Welkom bij deze nieuwste vlog. Deze keer laat ik jullie een boek zien, want wij waren laatst in het gemeentemuseum in Den Haag. En daar zag ik dit boek liggen. En daar was ik zo enthousiast over, dat ik denk, volgens mij vinden meer kinderen dit leuk. Dus wij gaan het even laten zien aan jullie. En nou, even kijken wat je allemaal mee kan doen. La 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 la. Was Mondriaan, weet je dat? Nee. Mondriaan was een schilder en hij is in Nederland geboren in 1872. Dat is echt al heel lang geleden, hè? Dat kan je bijna niet voorstellen. Heel lang geleden. En hij schilderde altijd in pak. Hij zag er altijd keurig netjes uit. En eerst ging hij bomen schilderen of gewoon het landschap wat hij mooi vond. Maar later werd dat steeds abstracter. En daarmee bedoelen we eigenlijk, dit is bijvoorbeeld abstract. Dat je dus allemaal lijnen en kleuren en strepen ziet. En dat je in eerste instantie niet goed weet wat het is. Maar als je langer gaat kijken, dan ga je er vanzelf iets in zien. Nou, dat deed hij pas aan het eind van zijn leven. Want in het begin was het dus vooral allemaal... Leek het nog wel echt ergens op. Hier bijvoorbeeld schilderijen van de zee. Zie je dat? Kijk, het is wel leuk, maar ken je Capevogel? Dat is ook zo'n op tv, hè? Zo'n tekenfilm. Ja. Wat kan je hier doen? Hier kan je. Maar dan moet je op de grond gaan zitten en je huis tekenen. Dus dan moet je proberen om je huis van onderaf naar boven toe te tekenen. Zie je, bij deze schilderij lijkt het net alsof je hier beneden staat. Dat is wel moeilijk, hè? Nee. Ik ken deze allemaal, behalve deze niet. Oh ja, dan moet je bedenken welke toren in welk land deze staat. Deze is volgens mij van New York. New York? Ja. Nou ja, wat staat er allemaal in dus, Mare? Puzzels, tekenopdrachtjes. Kleurplaten. Een sudoku. Dat vind ik ook moeilijk, ja. Daar kom ik nooit uit. Nee, ik ook niet goed. En hier een verhaal over Mondriaan. Dus je kan ook gewoon lekker lezen. Kruiswoordpuzzel, er zit een poster in. Mondriaan begon als landschapsschilder. In zijn tijd stond Nederland nog vol met modes. Hij heeft er veel getekend en geschilderd. Zie je hoe snel zijn stijl verandert? Dus zo, toen zo en toen zo. Tegelijk kan doen in één boek. Ja. Lezen en kleuren. En puzzelen? Ja. Ja. Nou, dat is eigenlijk ook wat ik er zo leuk aan vind. Het boek is in principe voor kinderen. Ik denk zo vanaf een jaar of 8, zo'n beetje dat het leuk is. Maar eigenlijk is het ook leuk voor volwassenen, want ik vind het zelf ook gewoon heel leuk. Ik vind het zelf ook leuk. Ja. En ik ben 9. En je bent 9. Dus ja, het is gewoon eigenlijk voor iedereen heel leuk om te hebben. Het is te koop in het gemeentemuseum in Den Haag. En het kost, even kijken wat ik ervoor betaald heb. €7,50. Goed duur. Dus dit was onze vlog over het doekboek van Mondriaan. Bedankt voor het kijken en tot ziens!